Ik ben Jan Mees, ik ben de algemeen directeur van het Vlies. De eerste directeur van het Vlies, ik ben 20 jaar geleden met deze job begonnen. Het boek dat ik gekozen heb is 20.000 mijlen onder zee. Een boek van de Franse auteur Jules Verne. Wereldberoemd uiteraard, heeft weinig introductie nodig. Maar het is toch wel een boek dat ik voor een aantal redenen gekozen heb. Ik heb voor dit boek gekozen voor twee redenen eigenlijk. Ten eerste, het boek is geschreven, gepubliceerd in 1870. Het is dus precies 150 jaar oud nu. Vond ik een mooie gelegenheid om het te kiezen. De tweede reden is omdat het een zeer grote emotionele waarde voor mij heeft. Mijn eigen editie is van 1974. Dat betekent dat ik het boek voor de eerste keer gelezen heb toen ik 10 jaar oud was. Ik heb het nog eens herlezen toen ik een twintiger was. En ik heb het vorig jaar, toen ik 55 geworden was, nog eens herlezen. En ik vind het een fantastisch boek, nog altijd. Iedereen kent het verhaal, denk ik, van 20.000 mijlen onder zee. Het is een boek over een zeemonster dat ergens gedetecteerd is in de Stille Oceaan. Er wordt een expeditie opgezet om het monster te vangen. De verteller van het boek, marinebioloog, met twee van zijn kompanen, worden overboord geslingerd bij de confrontatie met dat monster. Ze komen op het monster terecht en het blijkt een duikboot te zijn, de Nautilus van de mysterieuze kapitein Nemo. Ze varen dan 20.000 mijlen, dat is 80.000 kilometer, onder de zee, tot ze uiteindelijk in Noorwegen ergens teruggered worden, het schip kunnen verlaten. En het lot van het schip en de kapitein blijft dan onduidelijk. De reden waarom ik het boek zo fantastisch vind, omdat het eigenlijk geschreven is in, zoals ik al gezegd heb, in 1870. Dus 2 jaar voor de Challenger-expeditie. En Jules Verne was een meester in het verzamelen van de actuele kennis op die moment en daar dan fantastische reisverhalen van maken. En dat heeft hij met dit boek ook gedaan. Het was dus waar de pionierstijden van de oceanografie. Er was eigenlijk nog zeer weinig gekend over de oceaan. Maar hij is er toch in geslaagd om het weinige dat geweten was en de technologie die waarschijnlijk ging gebruikt worden om die zee te exploreren, duikboten, onderwatervaartuigen, dat heeft hij toch zeer mooi beschreven in die tijd. ...150 jaar geleden geschreven, maar als je kijkt, 100 jaar later pas zijn de eerste hydrothermale bronnen en dergelijke gevonden. Dus die structuur van de zeebodem, die grote heterogeniteit die we zien onder zee, het verkennen en het in kaart brengen van onze oceanen, is eigenlijk een zeer recent gegeven. Dus in de tijd dat Jules Verne daarover schreef, dat de Challenger-expeditie georganiseerd werd 2 jaar later, en de periode tot eind jaren 70, begin jaren 80 van de vorige eeuw, is er eigenlijk een oceanografie gedaan waarbij we de technologie niet hadden om onder water te kijken. En het is pas in recente jaren dat we dat wel kunnen en dat er kwantumsprongen zijn genomen in het beschrijven van de oceaan. Ik wil het boek aanbevelen aan iedereen die het nog niet gelezen heeft of mensen die het zeer lang geleden gelezen hebben om het nog eens te lezen, omdat het eigenlijk nog altijd uitdrukt waarom veel mensen oceanograaf of marinebioloog worden. Die verwondering, het mysterie, het oceaan als de last frontier samen met de ruimte. Dat gevoel vind je in dit boek terug en dat heeft mij ertoe aangezet in ieder geval gedeeltelijk. Ook met andere voorbeelden om die richting van de zeewetenschappen in te gaan. Het is geen wetenschappelijk werk, het is een roman, een geromantiseerd reisverhaal. Iedereen kan ik lezen. Ik heb het gelezen toen ik 10 jaar oud was. En je kan het op elke leeftijd lezen met elke achtergrondkennis. Maar je leert er wel iets over bij, over de oceaan. Hè. Maar het is natuurlijk geen actuele kennis meer, maar het blijft een leuk boek. Ik nomineer voor het volgende boek onze specialist geografische informatiesystemen Britt Lonneveld. Ik ben zeer benieuwd welk boek zij zal kiezen.